Goedemiddag. Het is nog middag, ja. Lopen op water. Nou gaat het niet alleen daarover, maar het gaat vooral over water. En dat lopen op water gaan we zeker iets over zeggen. Maar er is ook een aanloop, omdat water is een fantastisch belangrijk iets. Ik ga nog twee keer in de week naar Physio Fitness. Moet die boel toch nog een beetje bijhouden. En mijn fysiotherapeut die gaat niet naar een kerk of zo. Maar we hebben samen hele goede gesprekken, want hij gelooft wel in God. En dat komt eigenlijk omdat hij zegt van de mens bestaat voor 75% uit water en voor 25% uit stof. De percentages kunnen iets variëren. Een baby is een beetje 82% water enzovoort. Maar goed, dat is wat hij zegt. 75% tegen 25%. Dus water en stof. En hij zegt, het grappige is, er is maar één persoon die uit water en stof zoiets moois kan maken als een mens. Met alles erop en eraan. Ogen, mond, alle organen, alle toestanden. En dat is God. Er moet dus een God zijn. Nou, dat is een mooie binnenkomer, toch? Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. Dat staat er in Hebreeën. En dan zeg ik, ja, maar hoe zit het dan met Jezus? Hij zegt, nou, die heeft ook geleefd. En die is ook gestorven van een kruis. Dat is geschiedkundig niet alleen waar. Maar ik begrijp wel dat er een God is die iets wil laten zien van zijn karakter, van zijn aard, van zijn liefde. En dat hij daarvoor Jezus heeft laten komen. Nou, dat zijn toch leuke gesprekken. Dan zijn we al een heel eind. Bovendien, ja, de mens is geest, was er al van eeuwigheid. Dat vind ik ook een mooie gedachte. Dus we hebben zo hele gesprekken. En zo kwam het woordje water om de hoek kijken. Van ja, water, water, water. En dan ontdek je dat door de hele Bijbel heen water steeds weer voorkomt in allerlei verhalen. En daarom wil ik jullie meenemen naar een paar verhalen. Waaronder natuurlijk ook dat lopen op water. Dat heb ik altijd een intrigerend verhaal gevonden hoor. Iedereen praat erover, maar niemand doet het. Of ze proberen je te beduvelen erbij. Hè? Dat kan ook nog. Ik neem jullie mee naar twee Bijbelgedeeltes. Het ene is Jesaja hoofdstuk 55 vers 1. En het andere is Matteüs hoofdstuk 14 vanaf vers 22 tot en met vers 33. Maar eerst even Jesaja 55 vers 1. O alle dorstige, komt tot de wateren. En u die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Zie je twee dingen hier bij Jesaja? Je ziet dorstigen, komt tot de wateren. En je ziet komt, koopt en eet zonder geld. Dus je ziet hier water en brood. Hou dat even vast. Want dan gaan we naar Matteüs 14 vanaf vers 22. En daar staat meteen daarna, stuurt Jezus zijn discipelen naar de boot. Maar meteen daarna waarna? Nou, meteen na de broodvermenigvuldiging. Dus Jezus had net 5000 mannen plus vrouwen en kinderen te eten gegeven. Ook al brood komt, eet en koopt zonder geld. En dan meteen daarna, na die broodvermenigvuldiging, gelastte hij de leerlingen om in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. En hij zou ook komen als hij de mensen had weggestuurd. En toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. En de nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen in vele stadien van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer, lopend over het water. En toen de leerlingen hem zagen lopen op het meer, op het water, toen raakten ze in paniek. En ze riepen, een spook! En ze schreeuwden het uit van angst. En meteen sprak Jezus hen aan en zei, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. En Petrus zei, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik naar u toe kom over het water. En hij zei, kom tot de wateren.
Dat zei hij niet helemaal. Hij zei, kom maar tot het water dan. En dan, Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. En hij begon te zinken en schreeuwde het uit, Heer, red me. En meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? En toen ze in de boot stapte, toen ging de wind liggen. En in de boot bogen de anderen zich naar hem toe en ze zeiden, u bent werkelijk Gods zoon. Dus Jezus zegt, kom tot de wateren. Nou, je kunt tot het water komen om een heleboel redenen. Je kunt tot het water komen omdat je dorst hebt. Je kunt tot het water komen omdat je gedoopt wil worden. Je kunt tot het water komen zoals Naaman omdat je genezing zoekt. Dus je kunt om een heleboel redenen tot het water komen. Denk eventjes bijvoorbeeld aan het volk Israël toen het wegging uit Egypte, uit het land Gozen. Toen leidde de Heere God hen naar de wateren van de Rode Zee. Hij had ook een andere weg kunnen kiezen. Maar er zit een zekere logica in. Want weten jullie nog wat het laatste was wat het volk Israël deed in het land Egypte? Ze vierden Pascha. Ze maakten kennis met het bloed van het lam. Ze zagen dat er een lam geslacht moest worden. En als je het bloed aanbracht aan de deurposten, dan ging de doodsengel, dan ging het oordeel voorbij. Dan was je niet meer onder het oordeel. Dus ze maakten kennis met het bloed van het lam. En wat is de eerste daad die je doet als je kennis hebt gemaakt met het bloed van het lam? Wat hebben wij gedaan zoals we hier zijn? Toen we kennis gemaakt hadden met het bloed van het lam, toen we ontdekt hadden dat het bloed van Jezus reinigt van zonde, toen zeiden we, we willen naar het water, we willen gedoopt worden. En we kwamen tot het water. En zo kwam het volk Israël ook tot de wateren van de Rode Zee. En dan staat er in de Petrusbrief, in 1 Petrus 3, zoals Noach, ook weer dat beeld, hè, zoals Noach in de ark door het water heen gered werd, zo redt u thans de doop. Dat is bijzonder. Dus dan heeft de doop ineens een reddende functie. En om jullie nou niet op het verkeerde been te zetten, de doop redt niet voor de eeuwigheid. Je bent gered voor de eeuwigheid door je geloof in Jezus Christus. En zijn bloed reinigt van zonde. Maar toch redt de doop. Want als ik kijk hier naar Israël, dan gaan ze door de wateren van de Rode Zee. En wat gebeurt er? Zij worden gered uit een systeem van slavernij. En de slavernij verdrinkt achter hen alle Egyptenaren verdrinken. En als je later kijkt hoe ze wandelen door de woestijn. En dan komen ze daar bij het beloofde land en dan gaan ze door de Jordaan. En dan is de woestijntijd ook weer voorbij. Ze worden gered uit de woestijntijd en komen in het beloofde land. Dus de doop redt niet in de zin van voor de eeuwigheid. Maar de doop redt je wel uit een systeem van slavernij. Uit een systeem van zonde. Uit een systeem ook van wetticisme. Want hoeveel mensen hebben moeite om vanuit de kinderdoop te komen tot een volwassen doop. Omdat het breekt met een traditie. Omdat het breekt met een vorm van wetticisme. En daar zie je eigenlijk steeds in weer dat dat water een reddende en soms ook verlossende functie heeft. Alleen elke keer als je geconfronteerd wordt met water, komt er één woordje bij. En dat is gehoorzaamheid. Waarom heb je laten dopen? Uit gehoorzaamheid. Waarom moest Naaman 7 keer onder in de Jordaan? In gehoorzaamheid. Hij zei, de rivieren die wij in Syrië hebben, de Eufraat en de Tigris, zijn veel mooier. Maar ja, dan zou er niks gebeuren. Maar in gehoorzaamheid daarheen. Dus het woordje gehoorzaamheid komt eigenlijk steeds weer terug. En ook bij Naaman zie je dat hij zich in gehoorzaamheid 7 keer kopje onder laat gaan in de Jordaan. En weet je nog wie er stond te dopen vele jaren daarna? Johannes de Doper. Die stond in diezelfde Jordaan en dan komt Jezus naar hem toe. En Jezus zegt tegen hem,
Ik wil gedoopt worden door jou. En dan zegt Johannes, ja, maar ik ben het niet waard dat ik u zou dopen. Ik ben nog niet waard om uw schoenriemen vast te maken. En dan zegt Jezus, laat het nu maar gebeuren, want het is goed. Want op deze manier wordt Gods gerechtigheid vervuld. In Matthäus 3, vers 15. Dus Jezus zegt, ik wil gedoopt worden. En dat is toch een beetje vreemd, lieve mensen. Want Johannes doopte een doop van bekering. En waar moest Jezus zich van bekeren? Ja, nergens van natuurlijk. Maar Jezus laat zien dat hij in alle opzichten mensenzoon ook is geworden. Eigenlijk begint hier bij die doop van bekering. Hij hoeft zichzelf nergens van te bekeren. Maar wel dat hij mens wilde worden en de hele weg van de mens wilde gaan. Van bekering tot de uitstorting van de Heilige Geest, tot de doop. En dat hij zo ook terecht wilde komen op Golgotha en voor ons wilde sterven. En opstaan. Want dat is ook het geweldige wonder. Dus steeds weer zien we water werkt, zowel in de doop als bij genezing, als bij, maar altijd is daar weer aan gekoppeld dat stukje gehoorzaamheid. En wat heeft dat nou allemaal te maken met Matthäus hoofdstuk 14, waar Jezus gaat lopen over het water en de discipelen ook eerst naar het water worden gestuurd. Eigenlijk profeteerde Jesaja daar al over, kom tot de wateren. En wat gaat er dan aan vooraf als Jezus op het water loopt? De prachtige broodvermenigvuldiging. Jesaja zegt, kom, koopt voedsel zonder geld. En Jezus maakt voedsel zonder geld. Gratis brood met beleg. En dan laat Matthäus 14 zien dat er uitgebreid wordt gegeten. Wonderbare spijziging, water. Het is heel apart. Elke keer als ik dat noem, die broodvermenigvuldiging, dan moet ik altijd nog denken aan een verhaal. En dat was eigenlijk in een kerk waar jonge mensen in de voordienst de gelegenheid kregen om een korte preek te houden. 10 minuten. En zo te leren hoe ze zich moesten verwoorden vanuit Gods woord. En op zekere dag was er een jonge man aan het woord. Hij mocht het woord brengen althans. En hij had gekozen voor de broodvermenigvuldiging. Alleen hij was doodzenuwachtig. En ik kan me dat wel voorstellen. Hier staan is iets anders dan daar zitten. En toen hij er zo voor stond en wilde vertellen over de broodvermenigvuldiging, toen ging het helemaal fout. In zijn zenuwachtigheid zei hij, en de Heere Jezus had 5000 broden om 5 mensen te eten te geven. En toen zat er een man op de eerste rij en hij keek hem aan en hij zei, en dat is een wonder. Waarop die man zei, nou, dat kan ik ook nog wel. En toen was hij helemaal de kluts kwijt. En toen moest hij naar de ruimte daarnaast. En toen moest hij weer opgepept worden. En de volgende week kreeg hij weer een kans. En toen had hij zich nog beter voorbereid. En hij zei, de Heer Jezus had 5000 mensen, mannen, plus vrouwen en kinderen, moest hij eten geven. En hij had 5 broden. En 2 visjes. En hij gaf die 5000 mannen plus vrouwen en kinderen allemaal te eten. En toen zat die man van de week daarvoor weer op die eerste rij. En hij keek hem aan en hij zei, en dat kunt u niet. Waarop die man zei, nou, met al die broden die er van de vorige week zijn overgebleven. En toen was hij weer de kluts kwijt. Ik weet nooit waar de kluts zit, want het zat in die oude auto's ergens. Hoor. En toen moest hij weer naar de nazorg om opgepept te worden. En we hebben hem nooit meer teruggezien. Oh. Ja, zo kan ik heel doorpreken natuurlijk. Hè. Maar goed, dat was het verhaal. Jongeman, zenuwachtig. En uiteindelijk, nou ja, is het wel goed gekomen. Nou, Jezus had inderdaad 5000 mannen plus vrouwen en kinderen te eten gegeven. Met 5 broden en 2 visjes.
Overigens, die getallen zijn mooi hoor. 5 is het getal van de genade. De 5 wonden in het lichaam van Christus, weet je nog? 2 zijn handen, 2 zijn voeten, 1 is een zij, dus genade. En 2 is het getal van de eenheid. Zo wandelen die 2, Petrus en Jezus. Wij zijn 1 met Jezus. Die 2 is het getal van die eenheid. En 5 plus 2 samen, 7. Heb je het getal van de volheid. Dat is mooi toch? Als je op Urk spreekt over dit verhaal. Ik heb het een keer gedaan. En toen kwam er na afloop kwam er een visser naar me toe. En die zei tegen me, is het je wel eens opgevallen Kees, dat van de broden bleven 12 korven over. Maar de vis was schoon op. Ik zie, je bent een goede verkoper. Maar het was wel brood met beleg. Oké. Dus voorafgaand aan het wandelen over het water was daar die wonderbare spijziging, die broodvermenigvuldiging. Maar wat wel belangrijk is, is dat je even ziet waarom dit allemaal gebeurde. Want toen Jezus al die mensen te eten had gegeven, brood met beleg gratis, toen wilden ze hem wel koning maken. Oh, wat een heerlijke koning. Je krijgt gratis brood met beleg. En ook de discipelen waren apetrots op hun meester. Dat is onze meester. Hij geneest zieken. Hij geeft brood met beleg gratis. Komt, koopt en eet. En Jezus werd verdrietig. En Jezus merkte dat ze niet begrepen wat hij nou werkelijk bedoelde. Jezus zag dat ze niet begrepen dat hij niet was gekomen om zoete broodjes te bakken met beleg. Jezus zag dat zelfs zijn discipelen niet begrepen waar hij mee bezig was. En hij stuurde hen weg naar het water om hen een les te leren. Hij wilde niet dat zijn discipelen zouden gaan denken zoals de massa. Zij moesten hem leren kennen in al zijn hoedanigheden. Niet alleen als geneesheer en broodvermenigvuldiger, maar in al zijn hoedanigheden. En als Jezus zijn discipelen, zijn leerlingen dan naar de boot heeft gestuurd, naar het water, dan zendt hij de menigte, de massa, naar huis. Het is goed om een tijdje de massa te hebben, maar Jezus wil even naar de eenzaamheid en dan gaat hij de berg op om te bidden. En dan, de discipelen gaan intussen naar het water. Die doen wat Jesaja zegt, kom tot de wateren. En Jezus gaat de berg op om te bidden. En daarna gaat hij achter zijn discipelen aan, lopend over het water. Ik weet niet hoe dat met u is, of met jullie is vanmiddag. Maar ik heb dit altijd een heel vreemd wonder gevonden. Ik heb altijd gedacht, nou, alles wat God doet, wat Jezus doet, heeft een functie. En als mensen gered worden, is dat een prachtig wonder. En als mensen genezen worden, is dat een prachtig wonder. Maar wat is nou het nut van lopen over water? Wie wordt daar nou blij van? Ik heb het altijd een beetje eerbiedig gezegd hoor, als een soort goocheltruc gezien. Waarom gaat iemand nou lopen over het water? Wat is het nut daarvan? En toen ik daarover nadacht, toen zag ik ineens wat er in werkelijkheid gebeurde. Ik neem jullie heel even kort mee naar de tweede scheppingsdag. Weet je nog de tweede scheppingsdag? Daar scheidde God de wateren boven van de wateren beneden. En dan staat er in Openbaring hoofdstuk 22 dat uit de troon van God komt een stroom van kristalhelder water. En die brengt leven. Maar er staat ook in Openbaring hoofdstuk 13 dat uit de wateren beneden komt duisternis, godslastelijke koppen, draken, duisternis. Dus uit de wateren boven komt heerlijkheid, uit de wateren beneden komt duisternis. En toen ineens zag ik het. Als Jezus gaat lopen over de wateren beneden, geeft hij aan dat alle duisternis aan hem onderworpen is. Draken, slangen, duisternis, alles is aan hem
onderworpen. En dan komt hij aanlopen over dat water en zijn leerlingen, zijn discipelen herkennen hem niet. Ze kennen hem van de broden, ze kennen hem van de genezingen, maar ze kennen hem niet als iemand die loopt over het water. Wat zeggen ze? Een spook. En ze wandelen al zo lang met Jezus en ze zeggen een spook. Ze kennen hem niet. Weet je hoe dat komt? Het paste niet bij hun beeld van Jezus. En ik merk dat wij daar vaak ook last van hebben. Het past niet altijd bij ons godsbeeld wat er gebeurt in deze wereld. Het past niet zo. Wij hebben God ingedeeld in liefdevol en nog een aantal mooie dingen. Maar als het iets anders gaat dan anders, dan past dat niet bij ons godsbeeld. En nou maken wij, hè, want wij zijn gelovigen hier, wij maken ons geen afgodsbeelden, maar wij hebben wel denkbeelden. We maken ons wel denkbeelden. We denken dat God zo is als wij denken. Maar is God wel zo als wij denken? Of zou je steeds weer terug moeten naar het woord om God te zien zoals die werkelijk is? Wat is jouw godsbeeld? In Staphorst ontmoette ik een mevrouw na een dienst en die zei, God is een verterend vuur. Ik zeg, is dat je godsbeeld? Ja, zei ze. Ik zeg maar, waar is de liefde dan? Nee, God is een verterend vuur. Ik zeg maar waarom ga je naar de kerk? Om niet in het vuur te komen. Het is toch een verdienstenmodel. Als ik nou maar lang genoeg naar de kerk ga, herkent God mij wel. Alsof hij je alleen in een kerk herkent. En dan kom ik iemand anders tegen in een andere plek. En die zegt, God Kees, is Sinterklaas. Je hoeft maar te kikken en de wonderen rollen uit de hemel. Ook een vertekend beeld. Wat is jouw godsbeeld? Wat was het beeld van Jezus voor de discipelen? En daarom komt Jezus aanlopen, laat zien dat de duistere wateren beneden onder zijn voeten worden vertreden. En dan zeggen de discipelen een spook en dan zegt Jezus, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. En wat doet Petrus dan? Petrus zegt, als u het bent, Heer, beveel mij dan tot u te komen over het water. Vind ik mooi. Weet je wat Petrus hier heel goed doet? Petrus zegt, ik wil zeker weten dat ik in de wil van God sta als ik overboord stap. Dus wat zegt hij? Als u het wilt, beveel mij dan tot u te komen. Dus als Petrus overboord stapt, staat hij in de wil van God. Ja, ja, ja. En weet je wat ik nou zo lastig vind? Toch gaat het fout. Dat betekent dat je kunt in de wil van God staan en toch wegzakken. En weet je hoe dat komt? Het is één ding om in de wil van God te staan. Maar het is nog een ander ding om staande in die wil je ogen gericht te houden op Jezus. Want dat zul je wel moeten blijven doen. Je kunt niet zeggen, nou, ik heb nou geleerd om in de wil van God te staan en dat is het dan. Nee, staande in die wil moet je je ogen gericht houden op Jezus. Toch is de les wel mooi. Want bij elke beslissing die ik neem, wil ik toch zeker weten of ik in de wil van God sta. En ook Petrus wilde dat. En er is nog iets. Als hij op het water wil lopen, dan geeft hij uiting aan een van de grootste wensen van alle mensen. In elk mens zit de drive, de drang om iets bovennatuurlijks te ervaren. Het zit in alle mensen. Wij hier willen graag iets boven natuurlijks ervaren. Wij thuis willen dat ook, maar de wereld wil dat ook. Alleen, het probleem is, de wereld zoekt dat in het occulte, in het bovennatuurlijke op een verkeerde manier. Maar in de mens zit altijd het verlangen om iets bovennatuurlijks te ervaren. En weet je waarom? Omdat we geschapen zijn door een bovennatuurlijke God. En we zijn geschapen naar zijn beeld. Dus er is niks mis mee als jij en ik verlangen naar iets bovennatuurlijks. Alleen moeten we dat niet zoeken in het occulte, maar dan moeten we zoeken bij God. En God is niet tegen, want dat is wat Petrus ook ontdekt. Als Petrus zegt, ik zou graag ook op het water willen lopen, dan zegt Jezus, nee, dat is niet voor jou, dat zegt hij niet. Hij zegt, kom erbij. Laten we samen iets moois ervaren, iets bovennatuurlijks. En zo
daagt God ons uit om wel bezig te zijn met dat bovennatuurlijke. En nogmaals, die wereld doet het op een verkeerde manier. Maar wij weten dat we ons wel mogen uitstrekken ook naar bovennatuurlijke wonderen. En dan nog dit. Als Jezus heeft gezegd, kom tegen Petrus, kom tot de wateren. Dan is het verder aan Petrus om dat wonder af te ronden. Ik zal dit even uitleggen. Als je een wonder wilt ervaren, moet je ook trouw zijn op het natuurlijke vlak. Wonderen gebeuren zelden bij mensen die alleen met gevouwen handen blijven zitten wachten op de dingen die komen gaan. Als Petrus had gezegd, als het werkelijk van u is, Heer, dat ik op het water loop, til mij dan uit de boot en zet me op het water, was er nooit wat gebeurd. Maar Jezus zegt, dan moet jij doen wat je kunt. Uitstappen en lopen. Nou, dat kon hij wel. Elke morgen als hij van de visvangst thuis kwam, stapte hij uit de boot en liep hij naar huis. Dat was weliswaar op het strand en niet op het water, maar goed, wat is het verschil? Ja, er is verschil. Petrus moest dus doen wat hij kon. En dat brengt mij op deze les. Het bovennatuurlijke komt tot stand doordat wij gaan handelen vanuit het natuurlijke. Even een vraag, hè? Als wij op zieken de handen leggen, is dat een natuurlijke daad of een bovennatuurlijke? Dat is een natuurlijke daad. Niet bovennatuurlijk. Maar door in gehoorzaamheid op zieken de handen te leggen, komen er bovennatuurlijke krachten in beweging. Want gehoorzaamheid wordt beloond. Jacobus 5. Als je ziek bent, roep de oudsten opdat ze je met olie zalven. Is olie zalven een bovennatuurlijke daad of een natuurlijke? Is een natuurlijke daad. Maar door trouw te zijn op het natuurlijke vlak, gehoorzaam te zijn, zet je bovennatuurlijke krachten in beweging. En als wij niet meer op het natuurlijke vlak getrouw zijn, komen er geen bovennatuurlijke krachten meer in beweging. En ik weet nou wat je zeggen wil. Je zou nu kunnen zeggen, maar zonder mij kan de Heer het ook. Natuurlijk kan hij het. Sterker nog, zonder ons was hij al lang klaar geweest. Maar hij heeft er vrijwillig voor gekozen om door middel van de gemeente tot zijn doel te komen. Efeziërs 3 vers 10. Opdat thans door middel van de gemeente de veelkleurige wijsheid Gods bekend zal worden gemaakt in deze wereld. En als wij doen wat hij zegt, zal hij doen wat hij heeft beloofd. Als wij niet meer op zieken de handen leggen, als wij niet meer zalven met olie, als we niet meer alle Bijbelse principes toepassen in gehoorzaamheid, dan belemmeren wij God om bovennatuurlijke dingen te doen. Kan hij het zonder ons? Jawel. Maar hij wil het juist door middel van onze gehoorzaamheid. Eén klein voorbeeldje. John Wimber is de stichter van de Vineyard-gemeentes. En John Wimber was barpianist voordat hij tot geloof kwam. En toen hij tot geloof was gekomen, ging hij een bijbelschool volgen en daarna begon hij te preken en hij bad voor genezing van zieken. En op een gegeven moment zei hij tegen God, ik stop met het bidden voor genezing van zieken, want het enige wat ik bereik is dat ze wat eerder bij u zijn. Punt. En toen zei God tegen hem, zo schrijft hij dat, ik heb je niet gevraagd naar de resultaten te kijken, maar ik heb je gevraagd om te doen wat ik zeg. En dat heb ik onthouden. Wij kijken altijd naar het resultaat. Moet je niet doen. Resultaat is wel belangrijk. Maar jouw en mijn opdracht is om te doen wat God zegt. En als wij doen wat God zegt, dan banen wij ook een weg dat God kan doen wat hij heeft beloofd. En soms gaat het anders, ik weet het. Ik weet het uit mijn eigen leven. Ik heb veel wonderen gezien. Maar van mijn polio verleden ben ik nooit helemaal hersteld.
Aan de andere kant heb ik veel mogen doen. Dus, het natuurlijke is belangrijk. En het bovennatuurlijke komt tot stand doordat we handelen vanuit het natuurlijke. En dan wandelt Petrus met Jezus over het water. En dan zakt hij ook nog eens even weg, omdat hij op de golven en de wind kijkt. En dat wordt altijd uitgebeeld. Vind ik raar, want hij heeft langste tijd op het water gelopen natuurlijk. En dan laat Jezus hem rustig zakken. Is je dat ook opgevallen? Pas als hij roept om hulp, strekt Jezus zijn hand uit. En trekt hij hem weer op het water. En dan komen Jezus en Petrus hand in hand samen aanlopen over het water. En Petrus is het beeld van de gemeente. Toen Jezus vroeg aan zijn discipelen, wie zeggen jullie dat ik ben? Was het Petrus die zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei Jezus, op dat getuigenis, op die Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En zo zie je dat de enige die ooit naast Jezus over de wateren beneden heeft gelopen, was Petrus, beeld van de gemeente. En hoe kon Petrus lopen? Omdat hij de uitgestrekte hand van Jezus beetpakte. En God strekt vanmiddag, als je om hulp roept, ook zijn hand naar jou en mij uit. En je natuurlijke daad is, strek ook je hand uit naar hem. En hoe strek je nou vanmiddag, thuis ook hoor, en hier. Hoe strek je nou vanmiddag je hand uit naar Jezus? Door zijn naam te noemen. In het Hebreeuwse denken zeggen ze, zijn naam is hij zelf en hij zelf is zijn naam. Dus als ik de naam van Jezus over jou uitspreek, door wie word je dan aangeraakt? Door Jezus. En als je in de problemen zit en je roept zijn naam aan, wie trek je dan uit de problemen? Jezus. Want zijn naam is hij zelf en hij zelf is zijn naam. Daarom had ik graag met jullie gezongen, I speak Jesus. Ik spreek Jezus. Maar we hoeven dat niet per se te zingen, we kunnen het ook zeggen. En ik wou dit afsluiten met jullie uit te nodigen om een ontmoeting te hebben met Jezus door zijn naam uit te spreken. Ik spreek Jezus. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, wat mooi dat u hier bent en dat u het uitwerkt in onze harten en ook in onze denkwereld. Heer, u weet wie we zijn. U kent ons met onze problemen. U kent onze situatie thuis. U kent onze pijntjes. U kent onze pijnen. U kent onze kwalen. U weet exact waar we mee zitten. En vanmiddag willen we net als Petrus uw naam uitspreken. Jezus. En ik nodig je uit om dat gewoon eens hardop te doen met mij. Roep zijn naam aan. Zeg gewoon eens hardop, Jezus. 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 Uw naam, dat bent u zelf. En door uw naam uit te spreken, raak ik u aan. En u strekt uw hand uit naar mij. En naast u, wandelend, is de duisternis van deze wereld overwonnen. En wandel ik in het licht. Wat mooi, wat heerlijk, wat goed. Doorstroom ons zo met uw liefde en genade. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen. Muziek. We zullen zometeen de offergave doen en daarna mogen de kinderen opgehaald worden.
still, my soul be still. Do not fear, the winds of change may rage tomorrow. God is at your side, no longer dread the fires of unexpected sorrow. Zullen we met elkaar gaan staan en de zegen in ontvangst nemen. En dan nog zingen, machtige God, sterke rots. Vader, dank u wel dat u hier bent vanmiddag. En dat u ook met ons mee wilt gaan. Dat uw hand is op ons leven. We geloven ook dat u ons niet alleen wilt zegenen voor onszelf, maar ook omdat de zegen die u ons geeft, dat we die mogen uitdelen in de wereld om ons heen. En de vrede van God de Vader en de liefde van de Heer Jezus Christus, de kracht en de gemeenschap van de Heilige Geest, is met ons allen.
opdat Jezus zichtbaar zal worden door zijn kinderen heen. Amen. Machtige God, sterke rots. Maar ik vroeg net even, toen jullie de kinderen weggingen, hè, dat we eigenlijk wel benieuwd zijn naar wat jullie te vertellen hebben.